Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 1113. We gaan verder met de profetie van Micha aan Israël. Het was er helemaal mis wat geloof betreft. Micha wendt er geen doekjes om. Namens de heren confronteert hij het volk met haar zonde. Maar zijn boodschap landt niet. De leiders gaan ervan uit dat hen niets kan overkomen, omdat de Heer in hun midden is. Tenminste, dat denken zij. Hoewel zij het woord van God niet als maatgevend zien, zijn zij nog wel godsdienstig. Er is een vermenging van goede en verkeerde zaken gekomen. Maar zoals een beetje kleurstof helder water helemaal kan kleuren, zo doortrekt een beetje zonde veel meer dan we zouden denken. Een mens kan niet voor een deel God dienen en voor een deel zijn eigen gang gaan en afgoden volgen. Micha, maar ook andere profeten waarschuwen daarvoor. We zijn ondertussen aan hoofdstuk 4 gekomen. Het begint met een geweldige heilsprofessie. Mensen uit vele landen zullen optrekken naar Jeruzalem om daar de Here te aanbidden. Het zal een tijd van vrede zijn. Wat is het bemoedigend om deze woorden te lezen? Het oordeel van de Here is niet het einde. Er komt een nieuwe dag na de nacht. Deze professie past bij verschillende tijden. Na de ballingschap was er sprake van een nieuw begin. En met het Pinksterfeest begon een verdere invulling, toen het Evangelie de wereld inging. Maar we wachten nog op een volledige vervulling, wanneer de Heer Zijn Rijk van vrede zal vestigen. Dat lijkt nu soms ver weg, maar we mogen daarnaar blijven uitzien. Geen enkele belofte van de Heere zal onvervuld blijven. De oordelen komen, God zal rechtspreken, maar daarmee zal de Heer ook reinigen, en komt er een nieuwe tijd. De Heere zal Zijn werk afmaken. In dat vooruitzicht mogen wij vandaag net als Micha zeggen. Daarom zullen wij de Heere onze God voor altijd volgen. Ook al aanbidden de volken rondom ons afgoden. Micha 4, vers 6. Op die dag, spreekt de Heere, zal ik verzamelen wie mank gaat. Bijeenbrengen wie verdreven is. En wie ik kwaad aangedaan heb. Opnieuw gebruikt Micha het beeld van een schaapskudde. Dat beeld wordt veel vaker gebruikt in de Bijbel, zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament. David is erdoor bekend geworden met de woorden uit de bekende Psalm 23, waar hij zegt: De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ook de Heer Jezus past het beeld toe als hij zichzelf in Johannes 10, vers 11, de Goede Herder noemt en zijn werk als werk van een herder aanduidt. En Petrus schrijft in zijn eerste brief in hoofdstuk 2, vers 25: Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziender van uw zielen. Dus ook bij Micha vinden we het beeld van de herder en zijn schapen. We hebben het al eerder gezegd dat de profeet Micha afkomstig was van het platteland. Daarom is het niet vreemd om ook bij hem dit bekende en veelzaggende beeld van de herder met zijn schapen te vinden. Het ligt zelfs voor de hand dat Micha dat beeld gebruikt. Hij weet waar hij het over heeft. Als Micha over de Heer als herder spreekt, zijn dat geen loze woorden, maar een boodschap gevuld met een geweldige en troostrijke werkelijkheid. Micha trad ruim een eeuw voor de ballingschap op, net als zijn tijdgenoot Jezaja, die dezelfde zaken met dezelfde voorbeelden aanduidde. In Jezaja 40 vers 11 zegt hij Als een herder zal hij zijn kudde wijden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Maar met de kudde die Micha beschrijft is weinig eer te behalen. Hij heeft het over kreupelen en verdrevenen. Wie het beeld dat door Micha wordt getekend op zich laat inwerken... Kan zich er mogelijk een voorstelling van maken? Kunnen we wel van een kudde spreken? Het zijn dwalende schapen, verstrooid over de bergen, weggedreven naar onbekende streken. Maar dat was niet alleen een gevolg van de ballingschap. We zagen al eerder dat de leiders van het volk steekpenningen accepteerden bij de rechtspraak en de priesters onderricht gaven tegen betaling. Ook de profeten deden aan waarzeggerij voor geld en stelden de mensen gerust met valse hoop en troost. De top van Jeruzalem keek de rijken, de grootgrondbezitters, naar de ogen. En zelfs de rechterlijke macht deed daaraan mee. En de kleine en arme burgers van het land werden er de dupe van. Die kwamen achteraan. Zij konden niet meekomen en deden er ook niet aan mee. Maar zij werden wel met de anderen getroffen door het geweld van Babylonische legers, die Juda en Jeruzalem binnenvielen. Ook vandaag gaan bevolkingen gebukt onder keuzes en gevolgen van hun leiders. Maar er is hoop. Micha 4 vers 7 Ik zal wie mank gaat stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig vol. En de Heere zal over hen koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. Eerst waren de Israëlieten slachtoffer van de corrupte leiders in Juda, die met God geen rekening hielden. Daarna werden ze ook getroffen door de oordelen van de Heere ten tijde van de Babylonische ballingschap. Zoals ik reeds zei, het zijn vaak de kleineren die het zwaar te verduren krijgen. Een mens zou er moedeloos van worden. Maar nu mag Micha verkondigen dat juist voor hen de heilstijd, de tijd van vrede, zal aanbreken. De Heere zal, als de goede herder van de kudde, juist de achterblijvers en hen die achterop dreigen te komen, opzoeken, verzamelen en terugbrengen. En juist zij buigen dan nederig het hoofd en beleiden dat de Heere rechtvaardig is in zijn oordelen en dat zij hebben gezondigd. Laten we het ons proberen voor te stellen. Een verdreven en kreupelige kudde, die weer door de Heer tot een sterk en machtig volk zal worden gemaakt. Daarvan was in de tijd van Micha nog niets te zien. En dat kan ook maar op één manier, door de Heer zelf. Doordat de Israëlieten een machtige herder hebben, die zijn leven voor hen geeft en garandeert dat niemand hen uit zijn vaders hand kan roven. De Heer Jezus zegt in Johannes 10, vers 29, Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. In Isaiah 49, versen 16 en 17 zegt de Heere... Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. Terug naar Micha 4, vers 7. En de Heere zal over hen koning zijn, op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. Daarbij is geen verdere uitleg nodig. Het mag duidelijk zijn dat de Heer in de woorden van de profeet Micha de komst van zijn zoon voorspelt. Want hij is de goede herder, ook van het volk Israël. Wij zien de schapen voor ons, die hij verzameld heeft tijdens zijn leven op aarde, maar ook na Pinksteren en vandaag. De Heer heeft zijn kudde bijeengebracht uit mensen die niets hebben. Het begon al met de herders van Bethlehem. Het beeld werd zichtbaar in een moordenaar aan het kruis. Hun kracht ligt enkel en alleen in de Heer. In Lukas 19, vers 10 staat. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Jezus Christus zoekt hen en hij vindt ze. Hij gaf zijn leven voor hen. En hij waakt erover dat niemand van hen verloren gaat. Ik hoop en bid dat ook jij al bij die kudde hoort. Micha 4 vers 8 En u, schaapstoren, ofwel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Er wordt nog eens uitgelegd dat de Heer waakt over zijn volk, maar nu met het beeld van een wachttoren. Hier vertaald als Schaapstoren, omdat het Gebreese woord betekent wachttoren van de kudde. Het beeld dat Micha gebruikt is een toren die soms werd gebouwd in een veld waar de schapen weiden, om vanuit de toren de wacht te kunnen houden over de kudde. Het veld was tegelijk een plaats waar de schapen veiligheid konden vinden. Daarna lezen we dat Ofel van de dochter van Sion zo'n toren zal zijn. Maar Ofel is de aanduiding van de oude stad van David, die naar de Tempelberg ook de naam heeft gekregen van Sion. Kortom, Sion of Jeruzalem is Ofel. En Ofel is de wachttoren van Gods volk. Zij zal de koninklijke macht en heerschappij van vroeger weer terugkrijgen. Met de heerschappij van vroeger wordt dus de heerschappij van koning David bedoeld, de herderkoning van Israël, die namens de heeren regeerde over het volk en de kudde van Israël weide zoals hij eerst gedaan had met de kudde van zijn vader in de velden van Bethlehem. Daarmee was hij een beeld van de grote herderkoning, de Heere Jezus Christus, over wie in Lucas 1, vers 33 staat, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Micha mag deze herder aankondigen. En wij? Het is misschien een confronterende vraag, maar wel een belangrijke vraag. Ken jij deze goede herder al? Hoor jij al bij de scharen die niemand kan tellen? Ja, zo groot is zijn kudde. In openbaring 7, versen 9 en 10 staat Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem De zaligheid is van God, die op de troon zit, en van het lam. Wat een mooie vooruitzicht. Maar in het verhaal van Micha moeten wij niet vergeten dat de nieuwe heilstijd voor Jeruzalem. komt door het oordeel van de ballingschap heen. De gelezen geweldige beloften zouden ons bijna doen vergeten. dat er een oordeelsaankondiging aan vooraf gaat. Toen hebben velen de oordeelsaankondiging naast zich neergelegd. Waarom deden ze dat en waarom doen er zoveel in dat vandaag? Omdat men van mening was en is dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Micha 4, versen 9 en 10 Nu. Waarom slaat u zo'n luid alarm? Is er geen koning onder u? Is uw raadsman omgekomen dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw? Klimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw, want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. U zult tot in Babel komen. Daar zult u gered worden. Daar zal de Heer u verlossen uit de hand van uw vijanden. De Heer zal zijn volk redden, trouw als gij is aan zijn verbond. Maar die redding zal niet betekenen dat er geen ballingschap komt, want hier staat duidelijk dat ze tot in Babel zullen komen. Dat Micha het over Babel heeft, heeft voor nogal wat commotie gezorgd onder Bijbeluitleggers. Want in de dagen van Micha was Assur de dreigende wereldmacht. Het was Assur geweest dat een einde had gemaakt aan het tienstammenrijk Israël. De legers van Assur verschenen een paar maal dreigend voor de poorten van Jeruzalem. Het was de Assyrische koning Sanherib die Jeruzalem angst had aangejaagd. En Babel zou pas een eeuw later de heerschappij in het Midden Oosten overnemen. Maar Micha profiteerde ook in de dagen van koning Hiskia. En wie kwamen Hiskia geluk wensen met zijn wonderbare genezing? Een gezelschap uit Babel. Mogelijk weet u wat er toen gebeurde. In 2 Koningen 20, vers 13 lezen we dat Hiskia zeer vereerd was met het hoge bezoek en hen al zijn schatten liet zien, maar vergat te spreken van zijn God, die hem op zo'n wonderlijke wijze had genezen. Jezaja had als straf Gods oordeel moeten aankondigen. De schatten zouden naar Babel weggevoerd worden en de zonen van de koning zouden als hofpersoneel van de koning van Babel dienst moeten doen. Het gezandschap heeft zeker de aandacht getrokken van de inwoners van Jeruzalem, en de reactie van de profeet Jezaja zal ook zeker niet onbekend zijn gebleven. Dan is het toch niet vreemd om verband te leggen tussen de gebeurtenissen rond koning Hiskia met het gezandschap uit Babel en wat we lezen in Micha 4, versen 9 en 10. Juist tegen de achtergrond van de genoemde gebeurtenissen is het goed voor te stellen dat Micha, een tijdgenoot van Jezaja, deze woorden heeft gesproken. Terug naar Micha 4, versen 9 en 10. Jeruzalem zal inderdaad in ballingschap gaan. Het oordeel van de Heer staat vast. Ook de aangekondigde redding zal komen. Maar door het oordeel heen. En wat er van het volk Israël overblijft, zal niet meer zijn dan een rest. Dat had ook de profeet Jezaja al aangekondigd. Dwars door de pijnlijke weg heen komt er iets nieuws. Het volk zal wel uit de stad weggevoerd worden. Het zal dakloos worden en als balling in Babel komen. Maar daar zal het gered worden door de Heere, De God die zijn volk wel kastijd, opvoed en op de goede weg wil doen terugkeren, maar hen niet eeuwig in het verdriet laat. Het wordt benadrukt met de woorden U zult tot in Babel komen, daar zult u gered worden. Daar zal de Heer u verlossen uit de hand van uw vijanden. Micha 4 versen 11 tot en met 13 nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden. En laten onze ogen Sion aanschouwen. Zij echter kennen de gedachten van de Heeren niet. Zij begrijpen zijn raadsbesluit niet. Dat hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de dorsvloer. Sta op en dors, dochter van Sion. Want ik zal uw horen van ijzer maken. En ik zal uw hoeven van brons maken. En u zult vele volken verpletteren. En ik zal hun winstbejag met de band slaan. Het is voor de Heren, hun vermogen is voor de Heren van heel de aarde. Weer zien wij een ander aspect van het handelen van de Heren dwars door de oordelen heen. We horen woorden die doen denken aan een belegering van Jeruzalem in de dagen van Michel. Tegelijkertijd hebben die woorden een eschatologische lading die doet denken aan wat we lezen in Ezekiel 38 en 39 en in Openbaring 20 over Gog en Magog. Die met hun geallieerde legers van alle kanten oprukken tegen Jeruzalem, de stad van God, om daar definitief af te rekenen met Gods volk en ten diepste met de Heere zelf. Maar die schijnbaar oppermachtige vijand van de Here loopt als een stier met een ring door zijn neus en wordt meegevoerd naar de slachtbank. Micha 4, vers 14. Nu groepeer u, dochter van de strijdbanden, zij gaan een belegering tegen ons opzetten. Zij zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan. Het laatste vers wordt door de Septuaginta gezien als het eerste vers van Micha 5. Daar past het ook beter. Maar dat zal duidelijk worden in de volgende uitzending. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.